لكن إلى
لهم حارس من الشرور في احزان، وجوه قلوبنا سلام لا ينزعه انسان. Engelen zijn er kracht, in vlammen vuur, als hij het
straf oefent over hen die God niet kennen en het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. Deze zullen boeten met een eeuwig verderf, ver van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte, wanneer Hij komt om op die dag verheerlijk te worden in zijn heiligheid en met verbazing aanschouwd te worden in allen die tot geloof gekomen zijn. Want ons getuigenis heeft geloof gevonden bij u. Hiertoe bidden wij ook te allen tijden voor u, dat onze God u de roeping waardig achtte en met kracht alle welgevallen in het goede en het werk des geloofs zal maken, opdat de naam van onze Heer Jezus in u verheerlijkt wordt en gij in hem, naar de genade van onze God en van de Heer Jezus Christus. Hij is opgevaren in de hemel, zit aan de rechterhand van zijn vader. Hij zal
ontstaan ook een levende familie, die gesproken heeft door de profeten. Wij geloven in de enige heilige, die verschrikkelijk verstelde zorgzeker. Wij bereiken in ons een soort vergeving van zonde en wij verwachten ons handen van de doden en de leven van de komende tijd. Amen. Laat uw liefde en de stugheid van hun harten verzachten. Want wat kan ons scheiden van de liefde van Christus? Geen moeilijkheden, geen problemen, nog vervolging. Dus ja, ik nodig u uit om te luisteren. Thank you.
Uw excellentie, vader abt, vaders, broeders en zusters. De Koptische christenen vormen een gemeenschap die een lange geschiedenis van lijden kent. De week van het lijden van onze Heer Jezus Christus begon met een verschrikkelijk lijden van de Koptische kerk en al haar gelovigen, in het bijzonder de vele martelaren die gestorven zijn en de vele gewonden. Koptische christenen hebben in de afgelopen jaren vele verschrikkelijke aanslagen moeten verduren. Alleen al in de provincie Minya zijn in 5 jaar tijd 77 aanvallen op Kopten gedocumenteerd. Koptische vrouwen worden ontvoerd en verdwijnen. Tientallen kerken zijn verbrand of anderszins vernietigd. Honderden Koptische christenen zijn weggevlucht uit het noorden van de Sinaï nadat terroristische organisaties hebben opgeroepen tot aanval op christenen. In december werden 29 mensen gedood en vele anderen gewond door de bomaanslag op de kathedraal. En zo zouden we deze trieste opsomming nog geruime tijd kunnen voortzetten. De beelden van de 21 Koptische christenen op het strand van Libië begin 2015 door Islamitische Staat ontroofd om hun geloof, staan nog op ons netvlies. Nu gedenken we bijzonder de bomaanslagen op de Koptische kerk van de heilige Joris in Tanta en op de kerk van de heilige Marcus in Alexandrië op Palmzondag van dit jaar en de onschuldige martelaren die daar gestorven zijn. We gedenken hen met eerbied. Zij zijn gestorven voor Christus, om hun geloof. Mogen zij in de hemel bij God een voorspraak zijn voor de Koptisch-Orthodoxe Kerk en voor ons allen. Wij vragen met u aan de autoriteiten van het land dat zij zich met alle kracht inzetten om de Koptische christenen te beschermen en er zorg voor te dragen dat het terroristisch geweld, al verschillende malen geclaimd door de Islamitische Staat, een einde zal nemen en de Koptische christenen, alle christenen en alle in vrede en veiligheid kunnen leven. Ik ben verheugd dat zijn heiligheid Paus Franciscus daartoe heeft opgeroepen tijdens zijn recente bezoek aan Egypte. Het is fundamenteel dat de Kopten dezelfde rechten zullen bezitten als andere bewoners van het land. Het vervult ons met diepe droefenis dat de laatste jaren steeds meer landen ten prooi zijn gevallen aan fundamentalistisch islamitisch geweld en dat de christenen die daarvan regelmatig het beoogde doelwit zijn, onvoldoende worden beschermd. De diepe banden van geloof en broederlijke verbondenheid tussen de katholieke kerk en de koptisch-orthodoxe kerk zijn onlangs bevestigd en verstevigd door het bezoek van Paus Franciscus aan Egypte en door de gemeenschappelijke verklaring die toen is getekend en waarin het gemeenschappelijk streven naar de volledige eenheid van onze kerken met kracht en overtuiging is uitgesproken. Mogen de Heilige Geest ons spoedig tot die eenheid geleiden. Ik wil bij deze gelegenheid mijn condolences aanbieden aan zijn heiligheid Paus Stavros II, die zelf gelukkig aan de dood is ontsnapt. De kerk in Alexandrië die hij net had bezocht en zijn eigen kathedraal zijn doelwit geweest van terroristische aanslagen. Wij wensen hem de kracht en genade van God toe om in deze zeer moeilijke tijd leiding te kunnen blijven geven aan de Koptisch-Orthodoxe Kerk en sterk te zijn te midden van de vele gevaren die ook hemzelf bedreigen. Ik wil deze condolences en gebeden ook tot uitdrukking brengen aan zijn excellentie bisschop Arsenio.
en aan heel de Koptische gemeenschap. Wij bidden voor zijn heiligheid paus Stavros en voor alle Koptische christenen. In het bijzonder voor de Koptische gemeenschap in Egypte, die moet leven tussen hoop en vrees. Mogen de Heer en alle, op de voorspraak van de Moeder Gods, de Heilige Maagd Maria, beschermen en bewaren voor dit afschuwelijk sectarisch geweld en hun vrede en veiligheid schenken. Dat alle mensen mogen inzien dat haat en geweld nooit het kenmerk van ware godsdienst kunnen zijn. Een oud gezegde luidt dat het bloed van de martelaren het zaad is voor nieuwe christenen. Van harte hoop en bid ik dat het offer van hun leven dat zoveel onschuldige christenen hebben gebracht, inderdaad steeds meer mensen mag trekken tot het hart van onze Verlosser, Jezus Christus, die onze redding is en die de ware liefde en vrede schenkt. Dank u. Die eenheid ontvangen wij over ons. O Heer God, dat de machten wees met ons, want wij hebben geen andere bijstand in onze nood dan u. God wil niet vergeven en neemt van ons weg, maar God ons ongerechtigheden, die wij vrijwillig hebben begaan en die wij onvrijwillig hebben begaan, die wij bewust hebben begaan en die wij onbewust hebben begaan, de verborgenen en het zich dragen. O Heer, vergeef zien ons omwille van uw heilige naam, die over ons afgeroepen is. Handel volgens uw genade, o Heer, en leed naar onze zonden, en maak ons waardig in dankbaarheid te bidden. Onze Vader, in de heerlijkheid, uw naam van de geheim, koninkrijk komen, uw voet geschieden waar is aan het heen. Geef ons Heer in onze dagelijkse brood. Vergeef onze schulden zoals de Vader is vergeven. Leid ons niet in bekoring, maar verlos van het kwaad, door Jezus Christus, onze Heer, van ons koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid en eeuwigheid. Amen. Volgende. Ontferm u over ons, o God, ontferm u over ons. U bent hier op alle tijden en alle uren, in de hemel en op aarde, en voor aan de leven en verkeer. Christus, onze goede God, de langmoedige, vol ontferming, geroepmoedig medeleven. U houdt van mensen verkwaardig en ontfermt zich over zondaars, voor wie u de eerste bent. U wilt niet de dood van een zondaar, maar dat hij zich verkeert en leeft. U roept alle tot de verlossing, door de belofte van de vrede dat komt. O Heer, neem ons de schreeuwen aan, in de eerste aardijen, en van onze levensbaan, en leid ons, zodat wij uw geboden onderhouden. Heilig onze geesten, leid onze lichamen, leid onze gedachten, zuiver onze bedoelingen, genees onze ziekten en vergeer onze zonden. Bewaar ons voor alle verdriet en alle afschattingen. Ontbreek ons in de eigen engelen, zodat we de heilige lijf en bewaard worden in de eeuwigheid. De eenheid van geloof en de kennis van uw ontastbaar en ongemerkte heerlijkheid bereiken, want u bent het gezegend. Amen. Dank u. Zusterkerk en andere onbetaalse orthodoxe kerken uitdienen met ons te bidden. En ik wil het kort ook geven aan de Agnes Tamila. Ons voortgaan in het gebed en vervolgens de Ethiopische orthodoxe kerk. Don't have it up in me now, I'm gonna let it go, y'all.
Yeah.
ማሪ አምላክ ማሪ ንጉሳለ አምላክ ሳለ ለደብላት የቀበነ ነፍሳት አልበት ከዋይማት ይከላይፉ ኩሎም ግዘሳውያን ሀገር ይወት ቅዱስ ኢየሩሳሌም ያረ የዋርሰና አቡነ ዘበሰማያት አቡነ Yeah.
سيدنا، واحنا بنحتفل النهاردة بشهداء حد الشعنين في يوم الأربعين بتاعهم، نيافتك تحب تقول ايه؟ الكنيسة القبطية زي ما سمعنا دلوقتي في الكلمات اللي اتقالت، هي كنيسة ألام وكنيسة شهداء وكنيسة في تاريخها الطويل عانت كتير من الاضطهادات والألمات، لكنها دايما بتنتصر، تتألم ولكنها تغلب وتنتصر وتزداد قوة وتزداد إيمان وتزداد رجاء، زي ما حصل في مصر لما حصل الانفجارات دي في يوم أحد الشعنين. كانت النتيجة أن أسبوع الألم كله كانت الكنائس مزدحمة بالمؤمنين، لا نخاف من الألم ولا الاستشهاد ولا الضيق، بل بالعكس دي حاجات بتزيد الكنيسة قوة وتزيدها رجاء في المسيح، تعيش الكنيسة طول عمرها تشهد للمسيح حتى إلى الموت، وهي تشهد بإيمانها الصحيح للمسيح. شكرا خالص سيدنا، مرسي خالص، شكرا. وتسبونا نحب نعرف مين النهاردة كان في تعزيتنا من الكنائس الأخرى أو من الرياخيرينج هنا في هولندا. هو النهاردة في تذكار الأربعين نشكر ربنا حضرت كنيسة كثيرة جدا، في مندوبين من الكنائس الأثيوبية والأريترية، الكنيسة السوريانية، الكنيسة الروسية، الكنيسة الكاثوليكية في هولندا هنا، والكنيسة البروتستانتية. فحضر من كل الكنائس تقريبا نواب أو مندوبين، حضر كمان من الأديورة الدير الكاثوليكي هنا في هولندا والدير الكاثوليكي في بلجيكا، يعني في اثنين أباء رهبان جايين من بلجيكا من آخر الدنيا وسنهم كبير، ودي لفتة جميلة جدا. حضر كمان البروفيسور بتاع اللغة القبطية في جامعة لايدن، وحضرت كمان العمدة بتاعة شمال أمستردام. فحضر مجموعة كبيرة من ممثلي الكنائس والبلد نفسها والأديورة، ودي كانت لفتة حلوة خالص، إحساسنا كلنا أن احنا كنيسة قوية، وافتخارهم بالكنيسة القبطية زي ما قال الأسقف الكاثوليك النهاردة أن الكنيسة القبطية السنين اللي فاتت قدمت شهداء كتير جدا، وده إعلان عن قوة الإيمان الكنيسة، وإحنا فخورين بأولادنا الشهداء. فعلا يا تسبونا، النهاردة كانت الأجواء بالرغم أنها كانت حزينة بس برضو كانت مفرحة، ويعني قدسك أكتر واحد ممكن تقول لنا إيه الشعور اللي سات في الكنيسة النهاردة؟ ما احنا بنقول في السنكسار تعيد الكنيسة، فإيماننا كت إن احنا الحاجات دي رغم الألم والجرح اللي فيها كبشر، وإحنا ناس بنحس بألم أولادنا وإخواتنا، لكن في نفس الوقت الكنيسة فرحانة بأنها زفت شهداء للسماء، وإنه هو ده أقوى إعلان عن إيمان الكنيسة، فاحنا فرحانين وفخورين بيهم. شكرا أتسبونا، شكرا. نحب نقول ان احنا فخورين بإيماننا وفخورين بأولادنا، والشهداء دايما فخر الكنيسة القبطية،
واحنا ما عندناش ضحايا، احنا عندنا شهداء، عندنا ناس اقوياء. اللي بيعمل كده، اللي بيعمل ضدنا كده هو ده الضحيه، مش احنا. احنا عندنا شهداء اقوياء، كنيسه قويه بايمانها وهتفضل قويه، وده من اعظم اعلانات الايمان. اعظم اعلان عن الايمان هو سفك الدم، الناس بتقدم حياتها لاجل المسيح له المجد. واحنا لسه في ظل احتفالاتنا بشهداء احد الشعانين من طنطا واسكندريه، قدسك تحب تقول ايه؟ اقول لهم يا اهناكم، انتوا سبقتونا، وفعلا احنا تعلمنا منكم كتير. شفنا شمامسة من طنطا قد ايه كانوا بيسبحوا، وقالوا نص التسبيحة هنا وكملوها فوق، في اللحظة لقوا نفسهم في السماء. وشفنا شهداء اسكندرية قد ايه كانوا بيتفانوا في عملهم. شفنا الاخ نسيم قد ايه كان واقف صاحي، وقد ايه هو يعني كان سبب ان الكنيسة ما تتأثرش كتير اكتر من كده. لكن احنا فرحانين بيهم، لان علمونا درس كبير، علموا ولادنا، علموا للكنيسة هي كنيسة الشهداء. كنيستنا القبطية هي كنيسة الشهداء، وكمان هي كنيستنا تملي منورها بكدسينها وشهدائها، بس هما في الوقت ده هوت علشان هما طالعين كان نورهم جامد، زودوا النور في عين الناس اللي هما قلوبهم كلها ضلمة، العايشين الناس اللي عايشين في الضلمة، عشان كده هما عينيهم ما قدرتش تشوف النور الكنيسة وهي منورة. فابتدوا نسمع عن حاجات غريبة بتتقال في الفترة ديت، عشان كده احنا نقول ان لما نشوف حد بيتكلم على كنيستنا كده نقول نلتمس له العذر، لان عينيه مش قادرة تشوف النور. عشان كده احنا سمعنا كل عائلات الشهداء قد ايه كانوا بيتكلموا وايمانهم كان قوي ازاي، وشفنا بعد كده الكنيسة في ايام البصخة قد ايه كانت مليانة، وكل الناس كانت رايحة مستعدة اللي هي تحصل اخواتهم الشهداء. احنا بقول لهم اذكرونا، ونتمنى ان بشفاعتكم ان شاء الله نشوفكم في المكان اللي انتم متهنيين به. يا بختكم، اذكرونا واذكروا ولادنا واذكروا الكنيسة على الارض، علشان انتم يا بختكم رحتوا للكنيسة المنتصرة، واحنا لسه بنجاهد، لكن ان شاء الله هنتقابل فوق بشفاعتكم. اذكرونا تملي امام عرش النعمة. شكرا خالص أتسابونا. We willen u als eerst bedanken dat u hier komt. Maar we willen graag eigenlijk vragen wat voor uw gevoel op dit moment. Ja, ik ben heel blij dat ik hier vanmiddag bij mocht zijn. Dat ik uitgenodigd ben om de herdenkingsbijeenkomst bij te wonen. En het geeft ook wel een bepaalde rust om dit met elkaar te delen. En ook door alle... geloven heen. Herdenken we ook deze mensen nu. En ook de Koptische kerk die het gewoon in de wereld op dit moment heel erg moeilijk hebben. Ik bedank u nogmaals en bedankt dat u komt. Ja, dank u wel. Graag gedaan. Als eerst, wij danken u dat u hier vandaag komt. En wij willen graag eigenlijk vragen Wat voor gevoel heb je hier gehad? Of? Ja, nou, het was een hele mooie ceremonie waarin we de martelaren hebben herdacht die op Palmzondag zijn gestorven in Alexandrië en in Cairo in Tanta. En ook hebben we gedacht aan de martelaren die in Cairo in de kathedraal zijn gestorven met kerstmis. Ik vond het heel belangrijk om hier te zijn, omdat wij... de katholieke kerk hier, ook in Nederland, meeleven met de Koptische christenen. We weten dat ze heel veel hebben geleden en waarschijnlijk nog zullen moeten lijden. Want er overkomt hen heel erg veel. En tegelijkertijd zien we keer op keer, en het kwam vanmiddag ook heel mooi in de ceremonie tot uiting, dat zij echt met waardigheid hebben gereageerd. Dus ook vanmiddag echt... vanuit een christelijke bezieling, niet je vijanden haten, maar vergeven en zelfs
ervoor bidden dat zij ook in de hemel mogen komen. Dat werd vanmiddag gedaan. En ja, dat is eigenlijk werkelijk bewonderenswaardig. Dus ook dat heeft mij zeer geraakt, moet ik zeggen. Ik vond dat heel erg mooi. Dus ik was hier heel graag ook om mijn meeleven te uiten met de Koptische christenen. Voor hen te bidden en ook te laten merken dat wij met hen verbonden zijn. Hartstikke bedankt. Dank u wel voor uw komst. Graag gedaan. Dank je wel. Ja.